Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Voor de mensen die me niet kennen, ik ben Sarah Verhoerd. Het is vandaag maandag, een nieuwe weekvlog. Vandaag is heel erg leuk. Ik ga vanmiddag, of eigenlijk zo al, ga ik naar de KVK. Ik ga me namelijk inschrijven bij de Kamer van Koophandel voor mijn YouTube kanaal en zo. Dus heel erg leuk. Het moet zo wel gaan, want het is alweer kort voor 12 en ik moet daar om 1 uur op die afspraak, maar ik moet wel echt gewoon op tijd zijn en zo. Dus we gaan zo wel rijden en ik ga naar Rotterdam. En daarna ga ik nog even de stad in, waar leuke winkels kijken. Want volgens mij zijn er nog steeds die kortingen, dus het is wel leuk om even de stad in te gaan. Gelukt. We zaten net in de stad te rijden. Het was echt helemaal kut. Het zat helemaal vast. Maar we hebben nog genoeg tijd. En we staan nu in de markthal. We zitten er. Maar moet even wachten. Mooie kerstboom. Nou, ik ben ingeschreven bij de KVK. Zo leuk. Maar nu moet ik wel alles nog gaan fixen met de BTW en alles. Maar ik ga denk ik wel nu mijn nieuwe telefoon kopen. Dus dan kan ik hem op de zaak doen en dat is veel goedkoper. Jezus. Meteen 3 meter wegrennen. Nou, helemaal happy. We hebben net in de markthal lekkere chicken wrap gehaald. Maar ja, we kunnen natuurlijk nergens zitten, dus moeten we nu lekker gaan eten als we aan het lopen zijn. Pro Max, deze wil jij. Lekker dik vandaag nog een godvrijwel niet zoals lekker donutje. Het is inmiddels alweer avond, het is 8:30. Ik ben al een tijdje thuis. Ik heb even een paar mails beantwoord. En ik ga zo meteen naar boven, want ik heb nog een pakketje boven liggen wat ik aan jullie wil laten zien. Het is over iets van een lash lift, dus dat ga ik denk ik ook meteen uitproberen. Oké. De Lash Lift van Gaia Cosmetics. Eigenlijk is dit een superleuk cadeau wat je kan geven met de kerst. Maar als je het natuurlijk voor jezelf wil, kan dat ook. Je krijgt het in een hele mooie doos. En dan krijg je alle spullen die je eigenlijk nodig hebt voor een lash lift. Ik heb zelf nog mascara op, dus dat moet ik er eerst afhalen. Ik heb zelf ook helemaal geen wimpers, dus ik ben echt heel erg benieuwd of hierna mijn wimpers mooi gekruld zijn. Wat ik nog wil zeggen is dat deze kit eigenlijk veel tijd scheelt. Want je hoeft niet helemaal naar de beauty salon en hele uren vrij te maken en daar liggen. Je kan het gewoon lekker thuis doen, lekker op een avondje. Je kan het natuurlijk meerdere keren gebruiken. Dus je koopt het in 1 keer aan en je schaft het zeg maar in 1 keer aan. En dan kan je het gewoon gebruiken tot alle producten op zijn. En je hebt best wel veel product voor alles. Dus ik denk dat je het echt wel vaak kan doen. En een lash lift is semi-permanent van 8 tot 12 weken. Dus ja, ik vind het echt wel een goede investering. En natuurlijk super leuk als cadeau. Oh, ik zie er echt niet uit met alleen mijn oogmake-up eraf. Ik ga er gewoon een beetje snel doorheen. Wil je het allemaal heel uitgebreid zien, staan er zelf ook video's van op de website. Maar ik wil je gewoon een beetje snel het proces laten zien. Want anders gaat deze video ook al een uur duren. Het eerste wat ik ga gebruiken is de cleanser. Dit haalt al het overtollige vet. Wat nog eventueel een olie wat op je huid of wimpers zit. Je kan deze gebruiken, maar zij zelf gebruikt hem ook niet. Dus ik heb zoiets van, ik gebruik het ook lekker niet. Ja, dan moet je kijken naar welke maat je hebt. Met S krijg je de meeste krul en met L de minste krul. Dus het ligt ook aan de lengte van je wimpers. Dus je hebt hele korte wimpers, dan moet je natuurlijk S nemen. Want dan zie je bij L bijna geen krul. Maar ik heb niet echt hele lange wimpers, maar ook niet hele korte. Ik ga gewoon voor de middelmatige, de safe choice. En dit moet je opplakken met de glue. En dan doe je eigenlijk gewoon een klein randje boven je wimperlijn. Mijn hele ooglid begon al te plakken, dus ik ga hem erop doen. Nou, dit blijft echt best wel goed zitten. Ik denk, dit ziet er trouwens echt niet uit hoor.
Ik dacht echt, oh, dit wordt weer één drama, want het ding blijft niet plakken, maar hij zit eigenlijk al. Nou, dit ziet er dus niet uit. Het hoort echt zo raar te zitten. Dan doe je hier bovenop de lijm. Want die gaat zo meteen die wimpers dus hierop plakken. Ik zie mezelf al helemaal falen, maar jongens, als ik het kan, dan kunnen jullie het ook. Want ik ben echt niet handig in dit soort dingen. Als de lijm aan de andere kant een beetje plakkig is, kan je met de lash applicator alles erop gaan doen. Oké, dit gaat echt veel makkelijker dan gedacht ook. Die wimpers blijven meteen best wel goed zitten. Ik heb ik kom er dus achter dat ik echt geen wimpers heb. Nou, wat chill dit. Het gaat echt super snel. Nou, jongens. Oké, ik denk dat ik het hierbij laat. Ik denk dat het... Dan pak je zo'n applicator. Pak je de perm gel. En dit doe je hierop. Dit doe je op je wimpers er goed op. En het kan dat het hierdoor een paar wimpers loslaat. Maar dat maakt het dus niet uit. Want je gaat er zo meteen folie overheen doen. Dus zo over je wimpers heen dat je toch al je wimpers kan meepakken. Ik heb die folie even zo gedaan, want anders viel ze eraf. Nou, de timer is afgegaan. Ik deed dit eigenlijk precies hetzelfde doen. Je moet volgens mij een beetje het spul eraf halen. En dan ga je dit eigenlijk precies hetzelfde doen met de fixation erop doen. En weer 10 tot 12 minuten aan het intrekken. Oké, dan is dat ook klaar. En dan kan je het, als het goed is, gewoon eraf trekken nu. Oh my lord. Oh my god. Holy shit. Besef het verschil nu even. Ik ga het allemaal even eraf halen. Oh my god. Oh my god, ik vind dit echt heel ziek. Ik had echt niet verwacht dat het zo goed zou werken. Oh my god, dit is gewoon precies hoe mijn wimpers eruit zien als ik ze lang heb gewimperkruld. En wimperkrullen is echt heel slecht voor je. Besef dit, jongens. Oh my god, ik had dit echt niet verwacht. Haar. Ik had dit echt niet verwacht. Besef dit gewoon even. En dit. Dit is echt niks. Niet normaal. Je moet echt dit kopen. Want dit is echt je geld waard. En ik heb echt gewoon bijna nog niks. Ik denk dat je hier wel langer als een jaar mee kan doen. Want je doet het om de 10 weken. Nou, je kan er echt wel langer als een jaar mee doen. Ik vind het zo... zo niet normaal ziek. Goed, dit werkt. Oké, ik heb nu het andere oog er ook op zitten. Ik hoop dat die net zo goed lukt. Want anders is het heel awkward dat de ene kant echt mooi is. En de andere kant niet. Maar dat moet wel goed komen. Oké, guys. Ik ben ook klaar met de andere kant. Ik vind het echt bizar goed. Als je ondertussen al naar de website hebt gekeken, kan je misschien zien dat het aan de prijzige kant is. Het is namelijk €125. Maar ik heb een kortingscode voor jullie. Met Sarah25 krijgen jullie 25% korting. Dus dat is echt mega veel. Dat betekent dat de set dan maar €93 kost. Dus ja, dat is wel een hoop korting. Maar dat komt omdat ik er, ja, ik had echt niet verwacht dat het zo goed zou werken. En... je kan er echt zo lang mee doen. En je kan het ook gewoon met meerdere vriendinnen desnoods kopen. Ik bedoel, voor het van dit potje heb ik bijna het hele potje gewoon nog. Je kan er echt mega lang mee doen. En je kan alles gewoon schoonmaken met die cleanser. En dat is eigenlijk ook superveel. Daar heb ik eigenlijk ook nog bijna niks van gebruikt. Dus het is wel echt een investering. Maar je kan er echt maar lang mee doen. En misschien wel gewoon met meerdere mensen kopen.
Nou, super, super chill. Ik ben er echt heel blij mee. Morgen allemaal. Guys, mijn oog is ontstoken. Ik denk dat het door de lash lift komt. En ik weet denk ook waardoor het komt. Want ik, toen ik op een gegeven moment die folie op dit oog ging doen. Toen kwam dat spul helemaal in mijn oog. En toen ging het heel erg branden. Maar ik dacht gewoon, ah joh, laat het gewoon lekker zitten. Ik moest nog 6 minuten erop. Ik laat gewoon nog 6 minuten erop. Later gekeken dat filmpje terug en zei, als het in je ogen komt, moet je het er echt uitspoelen. I didn't do that. So, ik ben gewoon een stupid bitch. Ja. Nu is hij ontstoken. Vet kut dit. En ik moet vandaag ook naar school. Maar ik zit dus gewoon te denken om zo naar school te gaan met die bril op. Maar ik vraag me af of dat heel raar is, want het is gewoon winter en schijnt absoluut geen zon. Maar ik ga denk ik wel alsnog doen, want ik ga echt niet zo verschrikkelijk lopen met dit oog. De outfit of the day is dit. Heel erg simpel. Wacht, ik laat even in de spiegel hier zien. Lekker een oversized... Nou, je ziet het echt in... Voor geen hoer. Ik heb by the way ook een nieuw naked pakket binnen, maar dat kan ik even niet laten zien, want daar heb ik geen tijd voor. Ik heb een leuke oversized paarse trui aan van Chiquelle. Met het tasje van Shein, een sportlegging van H&M en deze leuke sneakers van Shein ook. En ik ga daar denk ik mijn witte jas op doen. En dat oog is echt... Nou, het valt op zich nog wel... In ieder geval als je het niet weet, ik doe wel alsnog mijn zonnebril op. Dus het gaat heel flexibel. Wacht, ik ga... Nou, ik ben op school. Ik ben met mijn girl bij Tool. Hey! En we zijn even naar het spar gegaan. Ik heb een lekker sapje gehaald. Sinaasappel aardbei. En een brownie. Weet je, om het te compenseren. Jij hebt een gembershot. En lekker gembershot. En voor Vief. En voor sapje. Vief. En we gaan weer aan social learn werken. Inmiddels thuis. En ik ben... zo moe. Ik word zo moe van... naar school gaan. Het is echt gewoon triest, maar ik ben het gewoon niet gewend. En ik word echt moe van reizen en ik word gewoon moe van dit fucking kut weer. Maar ik ga me even omkleden en ik ga zo meteen gezellig sporten samen met Bo. Daarna ga ik de weekvlog af en dus ik heb al heel veel in het OV kunnen en het is als chill en ik liep ook gewoon nu lekker slapen. Maar dat kan niet. Mijn oogontsteking is trouwens al bijna helemaal weg. Dus top. Ik ga me omkleden en sporten. Waar ik echt geen zin in heb. Maar het moet wel, want ik ben alweer 2 weken niet geweest. Oh my god. Ik word zo gek in mijn hoofd. Ik haat het. Het is inmiddels 10 uur. Het was super gezellig met Bo. Sporten. We hebben nu afgesproken dat we elke dinsdag en donderdag gaan sporten. Alleen donderdag was de sportschool vol. Dus gaan we naar het zwembad baantjes trekken. Ook goed. Maar ik ga nu snel douchen, want ik voel me echt vies. Het is inmiddels 10:30. Ik ben uit de douche en ik heb een... lekker maskertje op. Ik heb helemaal een rood oog. Van de tuinen. En dit is echt zo een lekker masker. En ja, ik ben uit. Joehoe. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. Is het een woensdag? Ja, volgens mij is het woensdag. Ik heb me net even opgemaakt. Het is echt al 11:30 bijna. Ik weet niet wat het was, maar ik werd gewoon niet vanochtend wakker. Ik kwam gewoon in bed uit. Ik heb vandaag niet echt wat te doen. Alleen moet ik om 4:30 werken. En ik ga denk voor mijn werk met Isabel even naar onze opa. Die zit namelijk in een verzorgingshuis. En ja, het is wel leuk om hem weer even een keertje te bezoeken. Verder heb ik ook nog een pakket van Naked. Dus die ga ik even laten zien. Dat is trouwens gisteren de weekvlog aan het editen. En hij is vorige week zo leuk geworden. En hij is ook lekker lang. En ik heb lekker veel kunnen vloggen. Omdat ik lekker veel heb gedaan. En dan heb ik er weer helemaal zin in. Ook, wat ik dit jaar heb gemist, is vlogmas. Ik heb het zo druk gehad. Ik heb er niet eens over nagedacht. Ja, of ik dit zou willen gaan doen. Maar ik denk uiteindelijk dat het toch niet heel handig is. Want ik heb het al zo druk. En als ik elke dag vlogmas moet doen. Jezus, wat zit dit haar vervelend. Maar het Naked pakket. Ik ben super benieuwd. Ja. Hoe het allemaal staat. Alle maten en linkjes staan in de beschrijving. En ik heb ook een kortingscode. SARAVERVOER20. En dan krijg je
20% korting. Dus dat is super chill. Dus laten we lekker gaan beginnen. Oh ja, ik wil beginnen met deze broek. Ik had een spijkerbroek. En ik ben heel benieuwd of ik deze pas. Ik heb hem in de maat 40 genomen. Want ik ben ja gewoon bang. Mijn reet er anders gewoon niet in past. Het is zo irritant. Maar ja, als hij veel te groot is, dat is ook weer kut. Maar ja, het mag op zich wel een beetje wijd zitten. Ik ga hem even aandoen. Het ziet er zo uit. Met hier een beetje gaten. Nou, de broek past in ieder geval wel. Hij is wel een beetje ruim aan de voorkant. Maar dat kan ik op zich wel gewoon met een riem doen. Maar ik heb hem wel echt nodig voor mijn kont. Dus het is wel goed dat ik hem in de maat 40 heb besteld. Het is gewoon een super fijne jeans. Ik vind hem echt heel leuk. Gewoon een lekkere mom jeans. Lekker. Ik heb die onderkant opgerot. Vind ik altijd leuk. Ik vind het altijd gewoon leuk met sneakers. Ja. I like it. Ik ben heel blij met je mee. Dan. Hier. Een super leuke beige kleur trui. Deze heb ik in de maat M. Dit is een super leuke beige kleurige trui. En die heeft van die leuke mouwtjes. Oh my god. Ja, love dit echt. Heerlijke trui. Super leuk. Gewoon simpel. Leuk met die mouwtjes zo. Ja, ik vind het echt heel leuk. Dan heb ik schoenen. Van Naked. En dit zijn volgens mij witte sneakers. En dit zijn witte sneakers. En deze zijn laag. Midwaist. Nee, dat is inderdaad echt nergens wat ik nu zeg. Maar dit zijn gewoon witte sneakers met beige tinten. En ik heb zulke lage sneakers nog niet. Dus dat vond ik ook wel leuk. Ik heb ze in een maat 39 volgens mij. Dus dat moet wel goed komen. Ik zal het gewoon even laten zien aan jullie. I like them so much. Love it echt. Ook onder deze broek super leuk. Ja, dit is echt een super leuke outfit. Yay! Dan naar de andere items. Een legging volgens mij. Ja, ik heb hier een legging. Hij voelt lekker stretchy. En dit is niet een sportlegging, maar een normale legging. En ik draag super vaak legging, sportlegging, en ik vind het super chill. Maar ik dacht, dit is misschien wel gewoon in een wat mooiere stof en dan kan je het gewoon wat chiquer kleden. Dus die ga ik even aandoen. De legging dus in maat M en deze is echt, ja, deze zit echt als gegoten gewoon. Hij zit super top hier. Ja, heel chill gewoon. Love it, like it a lot. Hij zit echt super chill. Dit is gewoon een keer een nette legging in plaats van elke keer een sportlegging. Dan heb ik een hele leuke blazer. Oversized blazer in het zwart. Yes. Ik ga deze op deze legging aandoen. Want dat is denk ik heel leuk. Nou, dit is ook echt een top item. Ik vind dit echt super leuk. Lekker oversized. Ik kan deze maar gewoon zo als blazer aan. Outfit gewoon zo. Maar ik kan hem ook gewoon als lekker oversized blazer gewoon over een leuk topje heen dragen. Met een broek of zo. Hij is echt mega oversized. Maar dat hoort echt. Het staat ook echt op oversized blazer. Dus hij is niet te groot. En dan als laatste heb ik een split pants. Deze heeft mij ook in de maat 40. Ik hoop dat hier mijn kont in past. Het is echt... Oh, hij is wel stretchy, dus dat scheelt. En dan heb je hier aan de onderkant een split. Alles is zwart. Ziet er wel als een mooie nette broek uit. Jongens, deze broek zit ook echt al super perfect. Ik vind het mooi dat hij een beetje soort zo loopt. Van achter is hij hier een beetje aan de wijde kant. Maar ik heb hem wel echt nodig again voor mijn ass. En hij is heel leuk split aan de onderkant. Kijk hoe leuk dat is. Dat is echt vet leuk met een hak eronder. En hij is ook echt lang genoeg. Ik heb hem dus in de maat 40, omdat ik dat echt nodig heb
voor dit. Maar hier zie je aan de bovenkant een beetje wijd. Maar maakt in principe niet uit. Ja, ik vind een hele mooie broek. Heel erg blij mee. Ik heb namelijk echt weinig broeken had ik. Dus dat heb ik er weer een beetje bij. Super chill. Ik vond die blazer en die legging zo chill. Dat ik die vandaag lekker aanhou. Hoe leuk. Ik vind het echt heel leuk. Maar ik ga nu naar beneden. Alright, het is inmiddels al bijna 2 uur. Oh, de batterij is bijna op. Maar ik heb hier een nieuwe batterij liggen. Dat is echt super chill als je 2 batterij hebt. Ik moet nog even wat eten. Ik net wel een koffie op. Het is fucking wel gezegd met de weekvlog gaan. Want ik was online, maar ik wilde niet exporteren. En nou, in ieder geval heb ik het nu wel. Voor mij was ik aan het vloggen en toen viel mijn camera uit. Maar volgens mij wilde ik gewoon zeggen dat ik alles af had. Ik heb nu even een broodje met ham. En een croissantje, maar die zit nog in de oven. En over een half uurtje ga ik ongeveer het iets wel weg. Nou, ik zit met mijn zuster. Yes! In de auto. En we gaan dus naar onze opa. Die zit in het verzorgingshuis. Ik vraag me af of hij ons herkent. Ik ben heel benieuwd of dat hij het inderdaad weet. Oh, we hebben geen mondkapje. Ja, die kan je daar krijgen. Ik heb hier ook nog wel liggen. Oh, oké. Ja, en daarna moeten we allebei werken. Dus gaan we door naar... Wie is dat? Zien. En daarna gaan we allebei door naar werk. Ja, dan ga ik uit werk gelijk door met jou mee dan. Oh ja. Voor je moeder. Ja, ja, top. Ja, en ja, dat was eigenlijk. Bij mij kan de mond, het zak heet het af. Ja, maar moet je zo aandrukken. Dat op je doe neus. Ik ook. Kijk, er zit een hele deuk in. Meep. Nou, we zitten weer in de auto. Bij ons opa geweest. Ja. Het was wel gezellig. Ja. Volgens mij had hij wel een soort van door wie we waren. Ja. Maar het is niet echt dat hij onze naam zei of zo. Nee, maar hij herkende. Hij werd wel even. Ja, hij werd helemaal van. Hij vond het helemaal leuk dat we kwamen. Maar verder is het gewoon. Niet echt wat gepraat. Praat. Ja, er komt niet heel veel uit. Hij snapt het niet heel erg of zo. Hij snapt het wel, maar ook weer niet. Nee, het is heel vaag. En mijn oma was ook nog even geweest, gezellig. Nu gaan wij werken. Ja. Yeah. Het wordt gewoon al donker. Oh my god. Het is kwart voor... Hoe laat is het? 5:10. Om 5 uur is het donker denk ik. Ja. Ik ben inmiddels thuis. En Isabel is ook bij mij. Yo. Want... Is altijd you of zo. Echt? Oh. En Isabel had even... Nou, die ging mijn moeder interviewen voor school. Ja. Maar ze komt nu over bij me eten. We hebben lekker boerenkool. Boerenkool met kaas. Kaas. Kaasburger. Love it. Zo, het is inmiddels alweer 11 uur. Isabel is de hele avond gezellig bij ons gebleven. Lekker gekletst. En mijn moeder. En helemaal leuk. Mijn kamer zegt één tyfuszooi. Alles van naked spullen en zo. Daar ga ik nog eens even opruimen. Daarna ga ik gewoon mijn bed in, want ik ben echt super moe. In ieder geval, ik zeg elke keer dat ik super moe ben en dat ik naar mijn bed in ga. En ik ben ook heel moe. En eenmaal lig ik in mijn bed en dan kan ik gewoon niet slapen. En dan kan ik gewoon niet wakker worden, ook in de ochtend. Dus, I'm just a stupid hoe. Wat moet je met jezelf? Ik weet het soms ook niet meer. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag. Ik heb nu online les. Ik ben op volgende telefoon. Ik had net letterlijk werd ik erdoor wakker gebeld. Want het was al 10:30. Maar nu ben ik wel lekker wakker. Ja, ik ga zo meteen lekker douchen. Me klaarmaken. Ik ga foto's maken voor samenwerkingen. En video editen. Vanavond ga ik zwemmen. Want Bo en ik wilden naar sportschool, maar die was helemaal volgeboekt. Dus... Oh, ik word geroepen. Dus we gaan banen zwemmen. Ik ben helemaal in de feestdagensfeer. Ik heb namelijk een samenwerking met de Party Collection van My Jewelry. Dus daar ga ik zo foto's van maken. Ik ga me eerst even opmaken, want ja, moet ik wel een feestelijke look bij. Maar, oh my god, check dit jurkje. I love it. Hij is helemaal in het goud. En deze superleuke panty met sterretjes erop. En ik heb deze hakken eronder aan. Oh my god, I freaking love this dress. Right, ik ben helemaal opgemaakt. En ongekleed, dus ik ga nu foto's maken. Oké. Ik heb de andere outfit aan. Dit topje is niet van My Jewelry, maar dit super schattige rokje wel. En de laarzen zijn van Bios Fashion.
En mijn moeder is foto's van mij aan het maken. Zo kut. Want mijn moeder heeft daar helemaal geen tijd voor. En ik heb echt gewoon niemand in mijn omgeving die foto's van mij kan maken. Of die dat wil. Want ik moet gewoon vaak foto's maken. Ik heb echt gewoon een persoonlijke fotograaf nodig. Dat is echt kut. Die gewoon in je huis woont. Want je wilt gewoon nu een foto maken. En niet helemaal met iemand afspreken om foto's te maken. Oké, ik heb net de foto's een beetje bekeken en bewerkt. En ze zijn echt super leuk geworden. En ik heb het echt mega koud in het rokje. Maar ik ben echt verliefd op dit rokje. Wat een leuk rokje zeg. En deze top had ik al. Die is van Joins volgens mij. Maar die is van vorig jaar. Dus ik denk niet dat ze dat nog hebben. Alright. Het is inmiddels 3 uur. Ik ga eindelijk wat eten. Het gaat er nergens over. Maar ik heb lekker een tosti. Ik ga ondertussen de video voor aankomende zaterdag editen. En ik moet eigenlijk nog wat doen voor school. Het is inmiddels al 5 uur. Je ziet zeg maar niks met die bril. Ik wilde eigenlijk nog foto's maken voor Naked van de outfit die ik nu aan heb. Maar mijn moeder is de hele tijd niet thuis. En ze kwam maar niet thuis. Toen dacht ik, oké, het wordt nu al donker. Never mind. Dus dat doe ik morgen wel. Dan is mijn vriend er. Dus gaat hij maar lekker die foto's maken. Ik heb de hele middag verder geëdit. Dus de mukbang met Julia die staat al online. Sushi mukbang. Die heb ik nu helemaal afgeëdit. Ik heb alleen maar 1 tosti op. Dus ja, het is nu alweer 5 uur. Zo ga ik weer avond eten. Dus ik denk dat ik gewoon even koffie ga zetten. Mijn make-up zit echt fliek. I love it. Dit is trouwens cranberry sap. Ik drink nog steeds, want ik heb soms nog een beetje last van mijn blaas. Vanavond volgens mij... Oh, vanavond ga ik met Bodus zwemmen. Daarna komt mijn vriend gezellig slapen. Ga niet echt wat doen of zo. Ik denk gewoon lekker Temptation kijken. Want er staat een nieuwe Temptation online. En we moeten de vorige... We hebben er 1 aflevering gezien. Dus we moeten er nog 2 kijken. Kunnen nog 2 kijken. Echt zo leuk dit jaar. Love it. Ik heb dus nu deze sneakers aan. En het zijn best wel soort lage sneakers. En ik zou het normaal niet echt snel kopen. Maar ik vind ze... Ja, ik vind ze zo leuk. Ik ben echt verliefd op ze. Oh, I love it. 5, 6, 7. Het is inmiddels bijna 8:30. Ik heb mijn bikini aangedaan. En me omgekleed. En mijn spullen gepakt. En ik ga nu naar Bo. En dan gaan we lekker zwemmen. Zwemmen. Ik ben met Bo in de... Hoe heet het? In de zwembad. Maar we snappen er helemaal niks. Hij zit hier te lopen, maar weet niet waar we heen moeten. Nee, we kennen het niet. Ik ken het helemaal niet. Ik ben inmiddels terug van de zwembad. Het is 9:45. Het was zo lekker. Gewoon lekker een uurtje baantje gezwommen met de Bo. Dat was echt top. Ik heb mijn make-up zit er helemaal af. Dus het ziet er niet uit. Normaal is vandaag vrijdag. Ik zie er echt niet uit. Doe ik geen make-up op. Ik ben met een hele lelijke gozer. Nee, grapje. Nee, ik ben nu met mijn vriend. En we gaan even naar de winkel even een cadeautje halen. Want morgen gaan we een soort van Sinterklaas vieren. Het is inmiddels 2:30. Ik ben weer thuis. We hebben net even wat keuzes gekocht. En morgen gaan we bij mijn vriend Sinterklaas. Een soort van Sinterklaas vieren met zijn ouders, zijn opa en oma. En ik heb lekker mijn favoriete... Salade ooit. Als je het nooit hebt gegeten, haal het. Kip samba. Dit is zo fucking lekker. I love it. En ik heb lekker broodjes in de oven. Ga ik lekker opeten. Ik heb de hele dag op mijn bed gelegen en echt gewoon niks gedaan. Gewoon letterlijk niks gedaan. Gewoon letterlijk. Alleen maar filmpjes gekeken. Maar zulke dagen mogen er ook tussen zitten. En ik ga me nu klaarmaken en dan naar mijn werk. En oh my god, ik lijk net een hondenbewoner. Inmiddels klaar met werk. Ik ben lekker bij Bo. En ik ben bij Bootje. Ik heb mijn vlogcamera vergeten. Het is als een stel als wat ik weet niet wat. Oké. Wil iemand het vasthouden? Nee. We gaan nu naar Isabel. En dan gaan we naar Amsterdam. Naar France. Gaan we lekker zappen. Hoi hoi. Ik denk zo niet dat we die trein van 10 uur gaan halen. Zo niet. Het is nu 9:30. Ja, en we moeten daar nog heen rijden. Ja, dan moeten ze wel gassen die leen er. Tuurlijk. Maar ja, ik ben dus... door. Ja. Oké. Nou, we zijn nu bij Nieuwsloten. Bij de tram. Pakken we hier de tram.
Dan gaan we naar Leidseplein en dan pak ik daar de Uber. Oh nee, we gaan naar een andere straat, maar dat maakt niet uit. Is wel zijn mondkapje op? Ik heb het koud. Oh ja, want je krijgt het zo minder koud van een mondkapje. Ja, dat is bescherming je gezicht. Joe! Ik heb zo'n klein kutkop. De hele ding bedekt mijn dek. Ja. We zitten eindelijk in een tram. Holy shit. Er komt mijn vrouwtje aan. Daar komt mijn vrouw aan. Dit is precies dezelfde als de vorige keer aan de tram. Hier zat het, precies hier, die kwam aan. Ja, ja, inderdaad. Tos. Vorige keer was Boom fucking hard opgelicht. Ja. Toch? Maar, yeah. Wat heb je gedaan? Heb je een boy gegeven? Ja. Nou, wat een schat. Heb je al niet gezien? Ernaast. Nee, ze stond echt naast een keertje naar. Neem lekker met elkaar. Lekker met die. We zijn in Amsterdam, kan je gewoon weer bestellen. Chill. Waar woon je? Dip, dip, dip. En een gat. Ja. Nou. Waar wonen wij? In een gat. Nee. Dat ben je niet. Ik ga lekker. Ik ga lekker. Ik had echt trek, man. Ik ook. Dip, dip. Wat ben je zo mooi nu? Dan maakt allemaal niet meer uit. Ja. Wow, je bent vast. Ah, nee, jij bent vast. We gaan bier pakken. Nou, ik wil even bier drinken. La 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 la. Twee bier, helemaal niks. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zaterdag. Het is al bijna 2:30. Ik had een beetje een moeilijke start. Ik had namelijk nog wel een kater. Ik wilde gaan sporten om 11:45, om 11:15 zelfs trouwens. Nou, toen was ik nog niet wakker. Dus dat ging helemaal top. Ik heb mijn spullen gepakt. Ik ga heel even snel wat eten. En dan ga ik gezellig naar mijn vriend. Daar blijf ik ook slapen. Vanavond gezellig Sinterklaas vieren daar. En ja, daar heb ik me helemaal opgemaakt. Er is een leuke oversized blazer aan. Van Naked. Een topje eronder van Savoel. Een legging van Concrete Fashion en de schoenen ook van Concrete Fashion. En dit super leuke tasje van bij Jos Fashion. Dus ik ga heel veel wat eten en dan ga ik onderweg. Morgen, het is vandaag zondag. Het is niet morgen, het is 4:15. Ik had vannacht natuurlijk bij mijn vriend geslapen. Super gezellig gisteravond. Lekker kerst gevierd met familie en zijn oma's. Dus super gezellig. Maar ik was vanmiddag gewoon thuis. Want hij moest vanochtend werken tot 4:00. Dus nu ga ik weer naar hem toe. Gaan we gezellig samen eten. En ja, ik heb vandaag echt gewoon niks gedaan. Beetje. Ik heb een zakelijke rekening geopend. Een beetje daar gezeten. Factuur gestuurd. Bla bla bla. Een beetje onze dingen. Ik heb Chateau Meiland gekeken. Ik liep namelijk 2 seizoenen achter. En ja, ik ga niet echt verder wat doen. Gewoon echt een zondag. Gewoon niks. Goedemorgen allemaal. Het is inmiddels al maandagochtend. Gisteren vergeet ik de vlog af te sluiten. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Vond je de weekvlog nou leuk? Vergeet dan zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Vergeet niet op mij te abonneren en de notificatiebel aan te zetten. Dan blijf je altijd op de hoogte als ik een nieuwe video plaats. En hoef je geen één video meer van mij te missen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei.